Ik heb property invest is een investeerder. Wij halen geld op via de beurs, want we zijn een beursgenoteerde onderneming. Wij gaan ook regelmatig leningen aan bij banken en bij partijen in de markt. Met dat geld investeren wij in zorgvastgoed en daar verstaan wij onder assistentiewoningen, woonzorgcentra, alles wat te maken heeft voor wonen met mensen met een beperking. En wij doen dat in samenwerking met zorgbedrijven. En die zorgbedrijven zijn onze huurders. En wij vormen eigenlijk door het ophalen van geld de mogelijkheid om op lange termijn met die huurders een kwaliteitsvolle overeenkomst te sluiten. Meestal verhuren wij op periodes van 27 jaar en meer. Het geeft ook onze zorgbedrijven de mogelijkheid om op lange termijn planningen te maken, op lange termijn budgetteringen te doen van hun zorgproject. Care Property Invest is ontstaan in 1995 onder de naam Service Flats Invest, met de bedoeling een programma te realiseren van 2000 flats voor lokale OCMW's. Dat programma heeft gelopen tot 2014 en sinds 2014 hebben we de naam veranderd in Care Property Invest en investeren wij voornamelijk in woonzorgcentra en woningen voor mensen met een beperking, meestal in de private sector. Care Property Invest, op de eerste plaats is het een aandeel dat gepercipieerd wordt als een redelijk veilig aandeel. Dat heeft te maken met onze historiek ook. Dat heeft te maken met het feit dat nog 50% van onze huurders lokale overheden zijn, OCMW's, die aan zich niet failliet kunnen gaan en aan zich ook een zeer goed potentieel aan huurder is. Wij hebben nog nooit een huur gehad die niet betaald is geworden door die groep van huurders. Daarnaast is het ook zo dat wij als bedrijf, als Care Property Invest, een heel mooi traject op de beurs hebben gelopen sinds 1996. Wij hebben al die jaren een mooi dividend uitgekeerd. Bovendien is ons aandeel sinds 1996 van 6 euro gegroeid naar 30 euro. En hebben wij een bijzonder regime door het feit dat wij een bedrijf zijn dat enkel belegt in zorgvastgoed, waardoor onze aandeelhouders slechts 15% euro de voorheffing betalen op het dividend, daar waar het normaal tarief 30% is. Care Property Invest is een gereglementeerde vastgoedvennootschap of GVV, de opvolger van het BEVAC-statuut of internationaal meer gekend als het REIT-statuut. Care Property Invest heeft een lang track record, al beursgenoteerd sinds 1996. Daarnaast beschikt Care Property Invest ook over een uitgesproken risico-averse profiel, omdat de helft van de inkomsten gegenereerd worden door huurcontracten met lokale OCMW's. Er zijn een aantal voordelen om te beleggen in een gereglementeerde vastgoedvennootschap in vergelijking met fysiek vastgoed. Het eerste voordeel is de diversificatie. In tegenstelling tot fysiek vastgoed belegt u onmiddellijk in meer vastgoed, gecontracteerd met meerdere huurders en verspreid over meerdere locaties, ook internationaal. Het tweede voordeel is de liquiditeit. In tegenstelling tot fysiek vastgoed, waar de verkoop enkele maanden kan duren, kan u aandelen van een GVV verhandelen via de beurs van Brussel, bij wijze van spreken, op enkele seconden. Een laatste voordeel is de opsplitsbaarheid. In tegenstelling tot een fysiek vastgoed dat u in één keer kan verkopen, kan u bij aandelen van een GVV een gedeelte van uw portefeuille verkopen. Een bijkomend voordeel is de fiscaliteit. De fiscaliteit bij Care Property Invest is zeer eenvoudig. Er wordt 15% ingehouden als roerende voorheffing op het dividend, terwijl u bij fysiek vastgoed onderworpen bent aan onroerende voorheffing en taxatie in de personenbelasting. De redenen waarom een exploitant zijn zorgvastgoed uit handen geeft zijn zeer divers. Enerzijds is er de consolidatiegolf die speelt en die ertoe leidt dat zij moeten verkopen om het aantal exploitaties te laten toenemen. Anderzijds is het om hun solvabiliteitspositie te verbeteren. En tenslotte zien we ook dat ze hun vastgoed verkopen om zich uiteindelijk te focussen op hun kerntaak, het bieden van zorg. De samenwerking tussen Care Property Invest en Vulpia voor dit specifieke project is tot stand gekomen door een exploitant en een eigenaar die samen hun project wensen te verkopen. CPI heeft dan samen met Vulpia een bod gedaan op dit project en wij zijn daar als winnaar uitgekomen en hebben samen het project overgenomen. Dit was voor Care Property Invest, dit project, ook de eerste samenwerking met een private speler. Voorheen onder het Service Flats Invest verhaal investeerden wij voornamelijk in projecten met caritatieve spelers en openbare besturen.
De criteria waaraan een gebouw moet voldoen om door ons aangekocht te worden, zijn zeer divers. Enerzijds hebben we het criteria van de ligging en de bereikbaarheid. Voor ons is het zeer belangrijk dat een gebouw toch wel in een stedelijke of stadsdorpskernomgeving gelegen is, makkelijk bereikbaar, zowel met de wagen, met het openbaar vervoer. Anderzijds is de alternatieve aanwendbaarheid van het gebouw voor ons belangrijk. Dat stel dat het project op einde levensduur, wat zijn dan nog de mogelijkheden om met het gebouw te doen? Zo zien we dat er kantoorgebouwen omgevormd worden tot residentieel vastgoed door het overschot aan kantoorgebouwen. Dus dat zijn zaken waar dat wij als bedrijf ook zeker rekening mee dienen te houden. Anderzijds is ook de reputatie van de exploitant belangrijk. Het businessplan van de exploitant is zeer belangrijk om te kijken of een project ook wel effectief haalbaar is op die locatie en rendabel gemaakt kan worden. Ook de materiaalkeuze en dergelijke is voor ons belangrijk, dat het duurzame projecten zijn die een lange termijn kunnen uitzingen. Een verwervingsproces langs onze zijde verloopt eigenlijk altijd zeer vlot. Hetgeen dat meestal de start is van een project is een document dat ons wordt overgemaakt door een exploitant of een makelaar, waarin eigenlijk de key parameters van een bepaald project aanwezig zijn. Dat gaan wij intern met ons investeringsteam analyseren. Wij gaan ook een marktanalyse maken om de concurrentie in beeld te brengen in de omgeving. Wij gaan, indien al die zaken positief zijn, onze vastgoeddeskundige aanstellen. Onze schatter. Zij gaan een waarde bepalen van het project en op basis daarvan gaan wij een bod uitbrengen. Indien ons bod aanvaard wordt, wat we altijd hopen uiteraard, dan gaan we een intentieverklaring ondertekenen met de verkopende partij waar eigenlijk al die key parameters van het bod in verwerkt zitten en wat eigenlijk de onderhandelingsbasis gaat vormen voor het verdere proces. Dan wordt er een dataroom voor ons opengesteld waarin alle parameters of alle belangrijke zaken vermeld zijn rond het vastgoed, de exploitatie en ook de vennootschap, desgevallend dat we het vastgoed via een vennootschap verwerven. En zo gaan we eigenlijk de analyse grondig maken van een project. Alle voor- en nadelen worden in kaart gebracht. De risico's worden meeverwerkt in de transactiedocumentatie, de overnamedocumenten. En zo gaan we ook het voorstellen aan onze raad van bestuur die de finale investeringsbeslissing neemt. Als die raad van bestuur een go geeft, gaan we eigenlijk vaak daags nadien alle documenten ondertekenen en het project overnemen.